20 jaar ongeveer in Nederland en in Engeland gewoond en gewerkt. En op een gegeven moment zijn we daar weggegaan. We zijn op reis gegaan. En na 3,5 jaar zijn we hier terechtgekomen in Goa. En hier wonen we nu al 9 maanden. En hier wonen we dus. We hebben het hier prima naar ons zin. We hoeven niet zoveel. We wonen in een heel eenvoudig klein appartementje. Maar het is verder modern, het is schoon, het is veilig. En we hebben verder niet veel nodig. Het belangrijkste is dat ik eigenlijk al mijn hele leven bewust ben van de noodzaak van wat ik noem fuck you money. Dat heb ik gecreëerd door niet altijd alles uit te geven wat ik verdien. Dat te besparen en te beleggen. En te investeren bijvoorbeeld in ons eigen huis. We hebben relatief veel van ons eigen geld geïnvesteerd in het uitbreiden, dus met een uitbouw, het aanpassen, dus het geschikte maken voor verhuur aan een expatfamilie. We hebben het extra afgelost, we hebben tussentijds een renteverlaging afgekocht. En dat kost allemaal heel veel geld, maar dat levert gewoon lagere lasten op en hogere opbrengsten. Dat is een van de elementen die, waarmee ik mijn vermogen heb opgebouwd, waaruit ik nu mezelf kan betalen om dit leven te leiden. Wat denk ik ook wel. Kan iedereen dat doen? Ja, dat denk ik wel. Wat ik daarin heel belangrijk vind, is dat je realiseert dat als je met minder genoegen neemt, dat je daar ook minder voor hoeft te sparen. Dus als jij je uitgaven tijdens je werkzame leven naar beneden weet te brengen, dan kun je meer sparen en beleggen. Als jij de uitgaven naar beneden weet te brengen op het moment dat je stopt met werken, heb je dus eigenlijk ook minder geld nodig om gespaard te hebben. Het is dus absoluut niet nodig om een miljoen of een paar miljoen te sparen. Dat is in de FIRE-beweging, met name komt dat heel erg uit Amerika. Maar ik ben ervan overtuigd dat het belangrijkste waar je geld mee kunt verdienen, is door het niet uit te geven. Ik denk ten eerste minder geld uitgeven en dat dus op de goede manier beleggen. He, want met je spaargeld, dat red je niet meer. Dus als jij in staat bent of de mogelijkheid hebt om dat in je eigen oren goed te doen, dan is dat een fantastisch idee. Maar anders moet je gewoon een beleggingsrekening openen. En dat kan gewoon bij je bank. En dan kun je in relatief veilige, wereldwijd gespreide indexfondsen beleggen. En dan heb je geen omkijken meer naar. Het kost je één keer een beetje tijd om dat uit te zoeken. En dan gaat dat verder vanzelf. Het belangrijkste is dat je dat zo lang mogelijk doet. Dus begin er op tijd mee. Draag frequent bij. Stort regelmatig extra. En ga niet proberen de markt te timen of op een andere manier te denken dat je de markt kunt verslaan door bepaalde aandelen uit te kiezen. Of hè, zoals op dit moment ook een enorme hype is, de crypto's, de bitcoins. Ja, ik vind dat veel te risicovol. En voordat je het weet, ben je eigenlijk alles wat je gespaard hebt door iedere maand weer, weet ik veel, 100 euro in te leggen, ben je in één klap kwijt. Baby Shark. Baby shark. Waar met name geheimzinnig over gedaan wordt, is door de mensen die het al denk ik min of meer bereikt hebben. Ik denk dat er weinig mensen te koop willen lopen met het feit dat zij, al dan niet door ontzettend hard werken en heel hard sparen, op een gegeven moment een bepaald bedrag hebben bij elkaar gespaard en daarvan kunnen stoppen met werken. Dus dat is een beetje in wat geheimzinnigheid gehuld. Maar de manier waarop je FIRE kunt bereiken is volgens mij, daar wordt niet zo geheimzinnig over gedaan. En iedereen is eigenlijk heel erg bereid om elkaar daarbij te helpen. En een van de belangrijkste dingen is dat je dus niet al je inkomen uitgeeft. Okay. En dat kan iedereen. Iedereen die inkomen verdient, behalve als je echt in een minima zit of al in de schuldsanering of wat dan ook, kan terugkijken naar je eigen bankrekening en al je afschriften van het afgelopen jaar en kijken waar is mijn geld naartoe gegaan. En dat is misschien de allerbelangrijkste eerste stap, is dat je weet waar je geld naartoe gaat. Vervolgens ga je bepalen dat je een x percentage van je inkomsten niet meer gaat uitgeven.
dat ga je sparen. En sparen doe je niet aan het einde van de maand met geld wat je nog een beetje overhoudt. Nee, sparen doe je zodra er geld binnenkomt op je rekening. Je de eerste belangrijke, echt belangrijke rekeningen hebt betaald. En dan spaar je het bedrag wat jij als doel hebt gesteld. Dan hou je dus gewoon minder geld over om die maand te besteden aan je persoonlijke uitgaven. En geld wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven. Dus als jij ervoor zorgt dat je eerst jezelf betaalt, noemen we dat, dan zet je de eerste stap. En dat hoeft echt niet met heel veel geld. De meeste mensen beginnen gewoon met 100 euro per maand. Maar hoe meer je ziet waar je kunt besparen en hoe gaver het is om dat bedrag te zien groeien, hoe hoger het percentage eigenlijk van je inkomen dat je spaart en hoe harder het gaat. Dus hoe eerder je je doel bereikt. En ik denk ook dat het doel wat iedereen heeft is per persoon verschillend. Dus vind ik ook nog wel belangrijk om te zeggen dat het gaat bij heel veel mensen helemaal niet om nooit meer werken. Sterker nog, wij zelf hebben zelfs het idee dat als wij op een mooie plek op aarde gevraagd worden om iets te doen, en het is leuk en het is zinvol, dan doen we dat. Als wij er blij van worden, dan zeggen we ja tegen die opportunity. Of daar nou voor betaald wordt of niet. Dus voor ons is het niet werken, niet heilig, maar daarvoor niet betaald hoeven worden, dat biedt heel veel extra mogelijkheden. Nou, wat ook wel heel erg meespeelt en dat maakt ook FIRE voor iedereen verschillend, is dat je voor jezelf bepaalt waar je FIRE doel is. Waar je wilt wonen, wanneer je dat wilt starten, dus wanneer je wilt stoppen met werken. En dat bepaalt ook hoeveel geld je daarvoor nodig hebt. Wij hebben er heel duidelijk voor gekozen om in een land met lage kosten van levensonderhoud te wonen. He, dus alles wat wij hier uitgeven kost gewoon minder geld. Dat gaat om de noodzakelijke uitgaven zoals wonen. We hebben dat appartement, dat is maar een paar honderd euro per maand. Dat gaat om je eten, maar ook bijvoorbeeld gezondheidszorg is hier gewoon hartstikke goedkoop. Voor ons, even duidelijk, voor de locals kost een tand vervangen door een kroon een onvoorstelbaar groot bedrag aan geld. Maar voor ons, wij hebben niet eens een zorgverzekering in Nederland. Dus als ik het in Nederland zou moeten doen, kost me dat heel veel geld. Hier kost me dat een paar honderd euro. Dus we kunnen hier veel meer van ons geld. Daardoor kunnen we, aan de ene kant is het mogelijk en kunnen we dus van minder geld hier leven. En aan de andere kant kunnen we hiervan een luxe leven leiden. En hebben we dus bij ons appartement een zwembad. En kunnen we, als we dat nodig vinden, een auto met chauffeur huren, bij wijze van spreken. Maar zelfs hier geven wij structureel minder geld uit. We zijn ons daar heel bewust van. Hè? En ook bijvoorbeeld kiezen wij er bewust voor om geen auto, geen motor, geen scooter te hebben. Dus we hebben een fiets gekocht, we lopen in principe alles en voor de wat langere afstanden doen we alles op de fiets. En dat is echt vanuit onze filosofie, omdat we gewoon minder geld willen uitgeven. We hebben ons daadwerkelijk duidelijke budgetten gesteld in die zin en proberen het daarvan te redden. En dat gaat hartstikke goed, omdat we dus alleen maar lokale producten kopen, zelf koken. Ja, af en toe is wel uit eten gaan, maar we leven dus niet dat expat leven wat hele andere mensen doen met een enorm inkomen. Dus dat het is en in een goedkoop land wonen en op je uitgaven letten. En dat in dat goedkope land wonen, dat noem je geo-arbitrage. En geo-arbitrage is echt een FIRE ding, althans het wordt daarbuiten ook wel gebruikt. Maar dat kun je ook toepassen als je in Nederland woont. En dus wat dat betreft is dat heel interessant en zinnig. Als jij bedenkt dat jij eigenlijk relatief veel geld uitgeeft aan bijvoorbeeld woonlasten, kun je kijken of je kleiner kunt gaan wonen, of je ergens anders kunt gaan wonen, of je iets verder van het centrum kunt gaan wonen, of juist dichter bij je werk. Er zijn allerlei mogelijkheden. En daarin flexibel zijn, dat is wat eigenlijk heel veel mensen lastig vinden, denk ik, maar wel, wat wel het meeste geld oplevert. Je moet bedenken waarom je dit wilt. Wat is FIRE voor jou? Wil je tijdelijk stoppen met werken? Of wil je altijd stoppen met werken? Wanneer wil je dat doen? Hoeveel geld heb je daarvoor nodig? En dan ga je dat opbouwen.